Er heeft zaterdagochtend een explosie plaatsgevonden bij de kazerne aan de Houttuinen in Dordrecht. Niemand raakte gewond, wel raakte de deur van het pand beschadigd. Verder kwam de brandweer ter plaatse omdat er sprake was van een kleine brand. Zij hadden de situatie snel onder controle. De politie voert onderzoek uit en de Houttuinen werd afgezet met politielinten.